Het is kerstavond 1593 en de heilige nacht zal geen stille nacht worden voor de Amsterdamse graankoopman Roemer Visser. Op kerstavond gebeurt er namelijk een grote ramp. Op de Texelse Reede vergaan tientallen schepen, honderden mensen verliezen hun leven en de schade die loopt in de miljoenen. Roemer leidt grote financiële schade en hij raakt ook geïnspireerd. Zijn vrouw is namelijk in verwachting en de dichter in Roemer die heeft tijd voor een grapje. Dus als zijn dochter geboren wordt, noemt hij haar dan ook Texelschade. Welkom bij deze speciale kersteditie van Vloggen Verkend. Ik maak films over de Amsterdamse straten en haar geschiedenis. En daar kun je je op abonneren, zoals altijd. En vandaag is natuurlijk een speciaal jaar, een einde van een jaar. Dus gun jezelf dat abonnement. Je hebt het wel verdiend. Vandaag gaan we het hebben over een knus kerstverhaal. Fijn om het jaar mee af te sluiten. En we hebben het dan over een gigantische scheepsramp die uiteindelijk als inspiratie dient voor een nieuwe voornaam. Veel kijkplezier. In de statige Vondelbuurt in Amsterdam vind je de straten van onze hoofdrolspelers. Aan het Vondelpark vind je de Roemer Visserstraat en Texelschadestraat. Het zijn straten waar je eerder hotels en advocatenkantoren vindt dan woonhuizen voor normale stervelingen. Mocht je nou binnenkort op bedevaartsoord gaan naar de Roemer Visser, dan doe je ook verstandig aan om even te kijken naar de 7 bijzondere huizen die hier staan. Uitgevoerd in de stijl van 7 landen. Engeland, Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Als je dan toch niet naar het buitenland kan, dan maar even een eigen stad. Nou, je hebt hier dus de Roemer Visserstraat en hier de Texelschadestraat en ze komen dus op elkaar uit. Volgens mij is het uniek in Amsterdam, maar heb ik niet opgezocht. Het is uniek in Amsterdam dat er vader en dochter een straathoek delen, naast elkaar. Ja, de straten op elkaar uitkomen. Kijk, ze er net hebben. Texelschade dus. Maar voordat we het over haar gaan hebben, wie was Roemer Visser? Wat ging er mis op die kerstavond? En wat is in hemelsnaam een Texelse Reede? Een reede is ook wel een ankerplek. En bij Texel vond je tussen 1600 en 1800 de allerbelangrijkste ankerplek van Nederland. Er liggen daar vaak tientallen, soms wel honderden schepen te wachten op goede wind. En als er dan goede wind is, dan varen ze uit naar de Oostzee, de Middellandse Zee of de Veeuwzee. Dat wachten kon weken, ja soms wel maanden duren. En die tijd gebruikten handelaren om bemanning en proviant aan boord te krijgen. Terwijl de bemanning, die kon alvast hun toekomstige loon opdrinken in Texel. Op 24 december, die kerstavond 1593, liggen er wel 140 schepen vast. En dan komt er dus een verschrikkelijke storm. De schepen die trekken zich van hun anker los, die slaan volgens tegen andere schepen en trekken ze mee. Als een soort kudde wilde gnoes stampen ze hun einde tegemoet. Uiteindelijk zullen er 44 schepen vergaan en 1000 matrozen komen hierom. Het is hiermee een van de allergrootste rampen in de Nederlandse maritieme geschiedenis. Het wordt bestraat in Amsterdam is al heel snel dat er een grote ramp is gebeurd. Want blijkt de helft van de getroffen schepen komt uit de hoofdstad. Al die verloren schepen en de verloren goederen, veel graan, wat is eigenlijk de kosten? Nou, 1 miljoen gulden. Heel veel geld, zeker als je bedenkt dat het in tegenwoordig euro's 42 miljoen is. En toch betekent het niet dat hier heel veel koopmannen nou per se geruïneerd worden. In deze tijd is het zo dat je zowel een schip als een vracht deelde. Je was nooit volledig eigenaar van een schip en je was ook nooit volledig eigenaar van een vracht. Dat betekent, als het misgaat, dat je dus ook maar een deel verliest. Het is goed voor investeerders omdat het wat laagdrempeliger is om in te kunnen stappen. Zo vertelt een handelaar naar aanleiding van deze ramp. Zijn naam is Della Faye, eigenaar van een deel van de Griffioen. Hij vertelt in een brief: ik verlies er mijn 1/8 pert skips op. God gaf, God nam, patiëntie. Wij zullen weder een andere zoeken. Nou, dat klinkt niet als een man die geruïneerd is door dit verlies. Ging het dan toch fout? Er waren ook vaak rijke handelaren die als verzekeraar optraden. En laat onze vriend Roemer Visser nou precies zo'n verzekeraar zijn. Voor Roemer is de avond als verzekeraar dus wat minder leuk. We weten in ieder geval van één schip dat hij moet uitbetalen. Het Hartshoofd. Maar ongetwijfeld zijn het er nog veel meer die nu nog niet uit de archieven tevoorschijn zijn gekomen. Roemer was koopman in graan, assuradeur, dat is een soort verzekeraar, en dichter.
Die verzekeraars, dat waren echt alleen de allerrijkste koopmannen in Amsterdam. Dus hoeven we hem niet heel erg zielig te vinden. Als dichter, amateurdichter, was hij ook onderdeel van de Rederijkamer. Dat is een plek waar mannen hun eigen dichtkunsten voortdroegen. En hij zat dus ook best wel in de dichte scene. Roemer vindt het klaarblijkelijk hilarisch dat hij zoveel geld verliest. Zo erg zelfs dat als op 3 april 1594 zijn nieuwgeboren dochter gedoopt wordt, zij de naam Maritgen krijgt, Maria, en als tweede naam Tesselschade. Ja, zo kun je doen. Nu is het natuurlijk zo dat het een naam geven aan je kind altijd lastig is. Zo is het dat er in Amsterdam ongeveer 5 Khaleesi's rondlopen. Natuurlijk naar de beroemde protagonist van Game of Thrones. Maar ik vraag me af of de ouders voor of na de laatste aflevering een kind zo genoemd hebben. Want het is toch wel jammer dat je favoriete karakter op het einde toch een soort megalomane fascist blijkt te zijn. Spoilers! Dan kan je het nooit meer kijken. Oh, wat erg. Ja, dat is nog per ongeluk. Had je misschien niet zien aankomen. Maar je kind naar een ramp vernoemen? Ik denk niet dat er na de vuurwerkramp nou opeens heel veel Enschede's rondlopen. En ik heb ook nog nooit gehoord van Belmerschade. Maritgen, Tesselschade, die vindt het helemaal geen probleem. Want die zet het heel vaak onder haar brieven. Ze is ook vaak bekend als Tesselschade. Er zijn allemaal dichters die zelfs hele stukken voor haar componeren met haar echte naam. Ja, iedereen in de 17e eeuw die vond het allemaal hilarisch en goed bedacht dat een ramp waar 1000 mensen hun leven verliezen een aanleiding is om je kind een naam te geven. We hebben dus een nieuwe naam voor een kind. Leuk. Maar waarom kennen we haar? En waarom heeft zij ook een straat in Amsterdam? Tessel, hoe kan het anders? Bezem heeft onderzoek gedaan naar deze Tesselschade. En zij kon ons alles vertellen over de rol die zij speelt in zowel de 17e als 19e eeuwse geschiedschrijving. Ik ben Tessel. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd met mijn bachelor af. En ik heb met Judith Noorman in samenwerking voor het vak, we schrijven een boek. Hebben wij een boek over gouden vrouwen geschreven. In het project Gouden Vrouwen is onder leiding van Judith Noorman de rol van vrouwen in de kunsthandel van de 17e eeuw onderzocht. Tessel heeft ook een persoonlijke connectie met het onderzoek. Ja, mijn moeder die is schrijfster. Die wilde mij zelf ook heel graag Tesselschade noemen. Ik ben godsblij dat ze dat niet gedaan heeft. Dus uiteindelijk geëvolueerd tot Tessel, maar ik ben wel een beetje opgegroeid met de gedichtjes van Tesselschade altijd. Toen dit boek dan helemaal ontstond en de naam Marie Tesselschade stond tussen de lijst, was het natuurlijk die moet ik hebben, zij is van mij. Tesselschade krijgt een humanistische opvoeding van haar vader. Ze leert verschillende instrumenten bespelen, gaat Frans en Italiaans spreken en ze krijgt heel veel literatuur te lezen. Het humanistische idee van een opvoeding van een vrouw, dat een vrouw niet enkel alleen een moeder was, maar ook een gesprekspartner en die ook dan de gesprekken als dan andere mannen kwamen eten, dat zij ook de gesprekken gaande moest houden en zichzelf staande erin kon houden. Dat was wel een idee dat toen heel erg een opkomst was. Ze raakt bevriend met dichter en schrijver PC Hooft, die ze bezoekt in het Muiderslot. Via hem komt ze in contact met zijn intellectuele vriendenkring. Hieronder bevinden zich Caspar van Baarle, Joost van de Vondel en Bredero. In de 19e eeuw wordt Tesselschade herontdekt. We zijn in deze periode op zoek naar een nationale identiteit. Tesselschade, die deugde als vroomheid, kuisheid en geletterdheid zou belichamen, wordt verheven tot een nationaal icoon. Echt als in de mens moet kuis zijn, trouw zijn aan zijn geloof, maar moet ook de kunsten beheren, moet weten hoe de wereld zich ontwikkelt en moet weten van haar omgeving, moet gewoon een politiek en interessant gesprek kunnen voeren, maar moet ook kennis hebben van de talen. Daar was zij dan een ideaal voorbeeld van. En als we dat vanuit eigen ogen kijken, hoe moeten we Tessel dan beoordelen? Ik vind haar gewoon wel een stoer wijf. Ze wordt heel erg beschreven ook als de muze van die hele Muiderkring. We hebben ook heel veel briefuitwisseling inderdaad met al die heren, waarin ze dus eigenlijk ook vaak gestookt wordt met liefdesverklaringen en dat ze er allemaal eigenlijk wel heel interessant vond en dat ze beeldschoon was. Maar ze ging eigenlijk nergens echt op in. Ze bleef gewoon eigenlijk heel erg haar dingetje doen en bleef eigenlijk heel standvastig en had eigenlijk ook hele vernuftige reacties op alles. Een vrouw die gewoon veel weet en gewoon heel erg opkomt voor wat ze zelf leuk vindt om te doen en zelf graag doet en gewoon heel erg bij haar eigen standpunt blijft. En een beetje scheid heeft aan al die mannen. Ze is dus een paarvrouw, een tof wijf. En wat ik zelf persoonlijk echt heel erg leuk vind, is dat elke Tessel die jij kent, komt uiteindelijk van deze Tesselschade. En daarom is het ook zo dat als jij nu iemand kent die Tessel heet, dan is dat dus een directe link naar die scheepsramp uit 1593. Nou, als dat geen gezellig onderwerp is voor de kerst, dan weet ik het ook niet meer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer in het nieuwe jaar. Zonder muts, dat dan maar wel.
En ik wens jullie een heel fijne, gezellige en ja, hopelijk weinig conflictrijke kerst toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Joe!